VWO'ers van het Stedelijk Dalton Lyceum hebben het verkeerde examen gemaakt voor maatschappijwetenschappen. De school deelde het verkeerde examen uit. Heeft u wel eens iets vervelends op school meegemaakt? Nou, wel dat de toets veel te lang was, dat je hem echt niet af kon krijgen. Maar niet dat we de verkeerde toets kregen of zo. Dat niet. Dat maar een leraar ziek is op die dag en waardoor je de toets niet kan maken. Nee, helemaal niet. Nee. Zo lang geleden. Nee, eigenlijk nooit. En ik heb bijna 40 jaar voor de klas gestaan en er waren ook geen vervelende dingen. Ik vind het een beetje jammer dat dit gebeurd is. Je zou zeggen, hoe kan het? Ja. Maar het komt goed, alleen het is jammer voor al die kinderen die dan een tweede kans moeten doen. En misschien al op vakantie hadden gewild en het nu dus alsnog moeten maken. Terwijl het de fout van de school is. Nee, niet echt. Nee, nooit. Heeft u een plezierige tijd beleefd? Een hele plezierige tijd, ja. Nee hoor, nee, niks. Het is niet gauw vervelend hoor. Het vervelendste vinden is de wisselende tijden. Nee. Nooit? Nee, ik heb nooit meegemaakt, nee. Ik vind het vervelendste op school strafwerk. Strafwerk? Ja, omdat ik dan bijvoorbeeld of je moet binnenblijven of je moet strafregels schrijven. En dat vind ik heel vervelend. Ja, leraren vallen wel vaker uit, maar ja, dat is niet heel erg vervelend. Nee, ja. Soms dan hebben we wel zo'n aparte regeling en dan krijgen we sowieso een verkeerde toets. Maar dat is niet zo vaak en het wordt wel snel opgelost. 40 jaar lang bijna groep 8 gedaan en schoolkeuze altijd gemaakt en ja, het ging altijd goed. Oké, dank u wel.